van u. En dan samen met u hopelijk ook nieuwe stagiaires, nieuwe mensen die nu nog niet gezien zijn. En daar liggen echt, denk ik, hele mooie mogelijkheden. Ik zeg er wel bij dat het waarschijnlijk de agenda voor Twente gaat zijn, want er moet nog veel over gevochten worden. En een van de dingen is dat onze raad, de gemeenteraad van Almelo, heeft gezegd, wij willen herkenbaar hebben dat Almeloze bedrijven er baat bij hebben. Als dat niet het geval is, waarom zouden wij dan ons economische geld, wat bedoeld is voor de Almeloze ondernemers... Natuurlijk is de jongens in. En later, dat viel eigenlijk zo goed dat we samen gegaan zijn. Nou, eerst met 3 man, later komt er personeel bij en stagiaires. En inmiddels zijn we met z'n 23 nu, met 5 stagiaires. Ik ben vanuit Colin Crowdfund betrokken. Colin Crowdfund is een platform wat er is voor ondernemers die een serieuze propositie hebben. En aan de andere kant hebben wij bijna 30.000 investeerders die dan investeren in het bedrijf van ondernemer die met crowdfunding zijn financieringsbehoefte in gaat vullen. En dat doen we eigenlijk best mooi. Dus we hebben een ondernemerscafé georganiseerd als ROZ zijnde samen met de gemeente Almelo. Waarom doen we dat? Wij organiseren dit soort avonden vaker in ons werkgebied. ROZ, regionale organisatie zelfstandigen, wij hebben allerlei dienstverlening mogelijkheden voor ondernemers en starters. En we bieden advies, begeleiding, coaching, geven trainingen en ook financiering. Dat doen wij in opdracht van en voor gemeenten, waaronder ook de gemeente Almelo. En we willen deels onze dienstverlening onder de aandacht brengen, maar ook ondernemers met elkaar in contact brengen. We horen vaak van de ondernemers die wij spreken, met name de wat kleinere zelfstandigen, dat zij zijn wellicht niet aangesloten bij een ondernemersvereniging, zijn wel op zoek naar contacten. Daar organiseren we avonden voor als deze met sprekers, thema's die voor hen interessant kunnen zijn. De sessie die hier net was in deze ruimte ging over financieringsmogelijkheden. Mijn collega die afsloot namens het ROZ, die gaf ook al aan, ROZ is eigenlijk, wij zijn een overheidsinstelling. De BBZ-regeling, besluitbijstandverlening zelfstandigen, die we uitvoeren, dat is een wettelijke taak. Als een ondernemer of starter niet meer bij de bank terecht kan, niet meer bij een credit, niet meer bij een crowdfunding, die ook in diezelfde sessie zaten, dan zijn wij wellicht nog een instantie waar zij wel terecht kunnen voor financiële vragen.